Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video Banjo Taal. Vandaag speel ik de Very Organized Thief. Dit is een tip die ik van een paar mensen heb gekregen en ik heb verder geen idee wat ik moet verwachten van het spel. Maar of het is een heel grappig spel of het is een soort slender spel, ik ga er nu achter komen na de intro. In 3, 2, 1, daar gaan we! Wel niet, duurt even, gebeurt er iets? Ja, ik fade uit. Oh, hallo! Move with WASD, nou dat is niet zo moeilijk. Oh! Spatie, maak je dingen mee open. Ah ja, boterham! Kijk, je kan dingen meenemen, dat vind ik leuk. Waardeer ik altijd. Oh! Kan ik mijn boterham niet meenemen? Vast ik een lege wagen heb, kom op. Pick up! Oh. Kan ik die klok niet? De klok! Ga naar buiten! Klok niet naar buiten? Oh man. Oh! Ze hebben wel geluidjes. Wat heb ik nu vast? Die stoel? Een telefoon. Oh, heb ik die telefoon nu gejat? Oh, ik kan de paintings meenemen van de muur. Oké, kijk, nu komen we ergens. Papa. Oh, ik snap het. Ik moet dus gewoon zoeken naar spulletjes in het huis. Een plant. Die plant hoef ik helemaal niet. Ik zit echt te kijken wat gebeurt er allemaal. Waar die plant neem ik mee? Dat is niet de bedoeling. Pick up. Ja. Yeah. Oh! Kijk hem van de trap zo. Nou, dat valt ook tegen. Sowieso, die stoel gaat mee. De stoel, kom op. Dan kan ik zitten waar ik wil als ik een stoel bij. Kom op! Oh, don't be fucking me painting. Loser. Dat schilderij. Oké. Ik ga even googlen wat voor spel dit is. Ik ben nu toch. Ik dacht dat ik het wel kon spelen zonder te googlen, maar ik ga googlen wat voor spel het is. Bij de eerste klokslag en ik zat vast op de trap, dan. Ik hoef geen slender te zien. Dat is echt, echt. Nee. No fucking way dat ik slender ook maar. Van. Nee. Het is niks meer dan een indie puzzle game, dus ik ga gewoon verder spelen. Doei stoel. En ik weet dat ik heb hier een lijst. Aha! Deze spullen moeten we meenemen. Ja, Google. Locked. Cause you make me feel like I've been knocked. Zeep. Kan ik die zeep niet meenemen? Je zou zeggen, de wc. Money, must be funny, in a barter's world. Oké. Ik ben wel ergens heel erg bang dat er iets gaat gebeuren. Dat is echt. Ergens. Ik vertrouw dit spel gewoon niet, weet je dat? Ergens heb ik het gevoel van. Ah, de gitaar! Oh, cool. Ik heb de gitaar vast alsof ik iemand mee eraan ga vallen. Mee ga aanvallen, Bardo. Kom op. Oh! Bam! Op de tv! Oké, laptop stond op de lijst, toch? Is dat regen dat ik hoor? Ja, volgens mij wel. Holy shit, ik hoor een baby. Er komt iemand binnen! Kijk! Oh shit! Wat doe jij hier? Mafketel, ga weg! Oh, wat is dit? Wat doet hij? Hey, dude, calm the fuck down! Oh! Oké! Ik moet er dus achter komen dat. Of ik moet alles vinden en hij mag niet weten dat ik er ben. Oké. Gewoon inbreken bij iemand. Stamp bottle, jewelry box, oké. Hier.
ik helpen? Ik kan het niet meer terugleggen nu. Ik kan het niet. Zo, die ligt perfect binnen in de kast terug. Oké. Staan. Zet die stoel terug. Nee, niet Jan. Ik ben dood. Als die gast thuis komt, ben ik dood. Telefoon. Huppa in de wasbak. Doe maar aan. Oh, die wasbak kan niet aan. Jammer. Oké, ik heb een paar dingen tot nu toe verplaatst. Ik heb nu één heel... God. Bicycle. Oké, nu weten we waar de bicycle is. Pak een hamer. Loop naar de deur. Kan ik hem doodslaan, denk je? Ja, nou, moet ik niet aan jou vragen. Jij kan niet reageren. Is hij al thuis? Nee, toch? Nee. Ik heb werkelijk waar geen idee hoe ik dit ga oplossen. Ik zit echt even... Oké, ik zit nu in iemands huis. Keep searching. Go fuck yourself. Oh, take my landowner. Die had ik ook nodig. Portrait of a lady. Ik weet waar die hangt. De gold bar heb ik niet gezien. Julie Box stamp album. Ik ben een beetje gechoqueerd van die gast die in één keer thuis kwam. Nu dus. I came in like a wreck. In Miley Cyrus style. Oké. Dat was licht. Oké. Alsof hij die barbecue daar niet ziet op die stoelen. En nu wordt het spannend. Oh, godver. Ik ben echt heel benieuwd of hij eraan komt of niet. Hij komt eraan. Ik sla zijn hoofd in. Ik sla gewoon zijn hoofd in. Dat is het enige wat ik kan verzinnen wat ik doe. Oké, we hebben de tijd. We kunnen verder filosoferen over het leven. Eigenlijk niet. Ik zit hier echt zo van, oh jij lul. Ja, daar komt hij. Ja, daar komt hij wel. Nu komt hij echt. Let op. Nee, hij komt niet. Duurt even, maar dan heb je ook wat uiteindelijk van de dag. Ik weet ook niet wat ik lul. Ik zit hier opgesloten met een hamer om iemands hoofd... Ik hoor een lichtknopje, Hallo? Hij heeft die deur gewoon nog niet opengemaakt. Oh! Ik hoor daar wat. Pak mijn hamer terug, oké. Nee, niet op de stoel leggen, nou ja, maakt niet uit. Barbecue tegen zijn hoofd. Oh! Oh, yo Bardo. Heel eerlijk, ik denk niet dat hij deze aanziet komen als hij die deur open doet. Een barbecue tegen zijn hoofd. Moet heel eerlijk zeggen dat ik dit idee wel beter vind met een barbecue tegen zijn bakkes. Oh! Kom dan! Ja! Barbecue! Haha, nee! Barbecue! Verdedig me, barbecue! Barbecue! Hij had maar één taak, de barbecue, en dat was mij verdedigen. Het is niet alsof ik heb gevraagd om een foto van zijn kruis. Ik kijk nu wel allemaal vol in dit kruis van het hoofdpersonage. Wat jammer, ik vind het heel erg treurig. Dit was nergens voor nodig, nou ja. Hopelijk vond je deze video een beetje leuk. Mocht je dit spel vaker willen zien, want ik vond het wel een cool spel, geef dan even een groen duimpje. En wie weet ga ik het morgen of wat dan ook of wanneer dan ook nog wel een keer spelen bij genoeg groene duimpjes. Laat het me weten in de reacties hier beneden. En door middel van een groen duimpje. Bedankt voor het kijken en het abonneren hier beneden. Tot binnenkort op Banjo Town. Ik ben er snel weer. Latertje. Banjo!